In 1970 vond in de tot terrarium omgebouwde huiskamer van de heer Munnig Schmidt in Hilversum een gebeurtenis plaats die wereldnieuws maakte. Zijn Afrikaanse Python Sabe, een wurgslang, had na een idylle met een mannelijke soortgenoot 15 eieren gelegd. Maar de moederslang verliet het nest toen voortijdig. Een pythonei dat een flink stuk groter is dan een kippenei heeft een leerachtige schaal. Nu, 2 jaar later, heeft dezelfde wurgslang voor een wereldprimeur gezorgd. Voor het eerst in 131 jaar zijn in gevangenschap namelijk pythons geboren. Na 88 dagen broeden, waarbij het wijfje al die tijd geen voedsel tot zich nam, zijn 25 van de 36 eieren uitgekomen. En de 25 baby's groeien voorspoedig op. Een jonge python weegt bij de geboorte ongeveer een ons en is dan zo'n 60 centimeter lang. In volwassen staat worden ze bijna 4 meter. Enkele jonkies zal de heer Munnig Schmidt waarschijnlijk zelf in zijn terrarium houden. De rest gaat naar verzamelingen van andere slangenliefhebbers en naar dierentuinen.